En Theo, jij hebt dat als wielerliefhebber, heb jij ongetwijfeld, je zult alles wel gevolgd hebben, maar in ieder geval die wieleronderdelen, de val van Annemiek van Vleuten. Hoe staat hij jou nog op het netvlies? Ja, het is de rode draad in het wielrennen, zou ik bijna willen zeggen. De stoeprand. We zagen vandaag ook weer een renner op een stoeprand liggen. Steven Kruiswijk nota bene. De dag voor Annemiek van Vleuten lagen er ook renners in de finale op de stoeprand. Een stoeprand is vaak een beslissend element in een wielerkoers. En wielrennen is altijd op straat en het zijn mensen van de straat. En nu en dan kom je ook letterlijk op straat terecht. En dat is, Heeft zij te veel risico genomen? Het is misschien triest om te zeggen, maar het is ook een van de elementen die de wielrennerij ook zo boeiend maken. En heroïsch misschien wel, hè? En heroïsch, ja. En ik denk niet dat zij te veel risico heeft genomen. Maar op een gegeven moment, als je ineens tot de vaststelling komt dat je een kleine inschattingsfout maakt en je achterwiel blokkeert omdat je net iets te enthousiast remt, ja, dan lig je tegen de stoeprand. En dat kan gebeuren. Ja, god. Was de derde etappe. En we hadden net een bevoorrading gehad, dus het gaat even rustig in het peloton. Ik ben bezig mijn zakje leeghalen en ik eet wat. Opeens in het midden van de weg een paal in de weg. Ik kon hem niet meer ontwijken, dus ik klapte er volop met mijn schouder. Die was toen verbrijzeld. Een verbrijzelde schouder? Dus jij naar de intensive care, heb ik gelezen. Zo erg was het dus? Er waren meerdere breuken in het lichaam. Dus ik had ook een klaplong en zo, gebroken ribben, gebroken bekken. Maar mijn geluk was in eerste instantie, ik ben 50 meter voor het ziekenhuis gevallen. Dus ik was heel snel in het ziekenhuis. Maar daar besefte ze al heel gauw van, jij moet naar het universiteitsziekenhuis in Basel. Toen ben ik 's nachts nog daarheen vervoerd. Jij maakt een transfer naar Katusha. Je zei al, ze hebben me een tijdje geleden benaderd. Met wie praat je dan? Praat je met de sportdirecteur? Of ken je al collega's met wie je even gaat babbelen? Of hoe gaat dat? Tegenwoordig gaat alles via managers. Dus ik heb ook een managementbureau die voor mij werken. En die regelen eigenlijk alles. Zij zijn in contact gekomen met de algemeen manager van Katusha. Zo is dat balletje gaan rollen. Katusha wordt steeds minder Russisch en ze willen ook internationaler worden. En vandaar dat ze mij hebben en Tony Martin is een Duitser. En nu hebben ze ook een Deen aangetrokken. En er komen een paar Belgen bij, dat weet ik. Het zal geen vreemdelingenlegioen zijn. Ik vind die Sakharin een geweldige coureur, een sterke vent. Maar ik kan helemaal niet fietsen. Nee, ja. Misschien moet je die wat fietsles hebben. Nee, maar toch, die kan helemaal niet sturen, stijl, die jongen. De stijl, ja. Nee, maar die fietsen laatst in een tijdrit in de Giro, die viel 4 keer in een tijdrit. Ja. Waar gaat het over, man? Met die jongen, daar valt er wel 20% winst te halen dat hij gewoon op de fiets blijft zitten. Echt waar. Ja, bijvoorbeeld de Amsterdam Gold Race. Heb ik dit jaar al bewezen dat ik daar met de beste mee kan. 16e, knap. Ja, maar ik kom wel bij de eerste boven op de Kouberg, maar dan moet je nog 2 kilometer. Ik maak een paar fouten daar, maar dat maakt allemaal niet uit. Er komen nog Amsterdam Gold Races genoeg. Maurits, pistool op je hoofd, hè? Ik blijf maar even jouw termen. Ja, zeker. Welke koers zou je naar het allerliefste willen winnen? Het wereldkampioenschap. WK. Het WK. Ja, die trui een jaar lang. Ja, nee, dat blijft mijn ultieme doel. Of ik het ooit haal, dat weet ik niet, maar dat is het. Je moet doelen hebben, Theo. Daar had ik het zo net met Herman Ponsteen ook nog over. Ik zou, als ik nu voor de beslissing zou staan van je moet kiezen Olympisch kampioen worden of wereldkampioen worden. Kijk, ik stel me dus voor, als je wereldkampioen bent wielrennen, dan kun je dus elke wedstrijd een jaar lang kun je 's morgens die regenboogtrui over je kop heen trekken. Nou, dat lijkt mij elke dag weer een soort orgasme als je die trui over je kop heen trekt en je steekt je kop door dat gat. Ja. Dus daar heb ik besloten om hier te gaan starten en dan zien we wel hoe het gaat lopen. Wie gaat hem winnen? Ja, ik hoop ik. Kijk, dat is de spirit. Ik heb een vraag voor hij is een beetje aan het praten. Erik Dijkstra. Erik, ik was vorig jaar november in de perskamer van Heracles. Je hebt het er net al even over gehad. Over die wedstrijd van Heracles tegen FC Twente, die Heracles met 2-0 won. Je stelde daarin niet een paar vragen, maar je stelde maar één vraag. En die ene vraag die heeft mij altijd geïntrigeerd.
Weet je nog wat voor vraag dat was? Ja, dat weet ik nog wel. Ik had die vraag al een paar keer vaker gesteld bij voorgaande persconferenties. En de vraag was eigenlijk heel eenvoudig, maar daarom ook niet minder gemeend. Ik vroeg, Alfred, hoe is het nu met je? Ja, dat klopt inderdaad, dat zei je ook. En dat was het, weet je wel, en dat, vind ik een vraag, dat is een hele simpele vraag. Maar dat is ook een hele menselijke vraag, want hij op dat moment, ik meen dat ze voor de derde keer de 4 wedstrijden verloren hadden. Hij zag er eigenlijk verschrikkelijk uit en ik bedoelde dat niet gemeen. Ik verdenk je ook ervan dat jij al wist wat er 3 uur later met Alfred Schreuder zou gebeuren. Nee, op dat moment wist ik dat nog niet. Zo dicht zit ik helaas ook niet bij het vuur. Maar mijn vraag aan jou is nog even, Erik. Wat was het antwoord van Schreuder op die vraag? Schreuder keek mij lang aan en die zei... Hoe denk je dat ik me voel? We hebben dus de jaarlijkse kinderspeelweek voor alle kinderen uit de buurt en omstreken. Voor iedereen mag hier gewoon lekker komen. En we hebben dus leuke activiteiten voor hun georganiseerd. Gisteren zijn we dus bezig met springkussens, maar alleen het regende gisteren. Dus dat was weer hartstikke jammer. Vandaag hebben wij een voetbalkliniek van de sportbedrijf Almelo. Dus die zijn hier lekker met de kinderen bezig. We hebben nu een beetje waterspelletjes erbij gedaan. Ik ben Joël Bernink. Waar voetbal je nu dan? Lector. Beste club ter wereld. Ja, jammer dat ze dan niet. Morgen gaan we een dagje weg met de kinderen. We gaan naar de Megapret in Lievelde. Ze hebben van de biljartclub en van de kaartclub hebben ze een marathon gehouden. Dat wordt door hun gesponsord. Donderdag beginnen we pas middags om 4 uur. Dan hebben we nog een buffet en de afsluiting met een disco. Mevrouw Kappert, nou zijn er toch snode plannen van de gemeente, hè? Ja, ja, daar zijn we ook echt niet blij mee. We vechten hier al jaren voor om met elkaar lekker te bestaan. En dat wij dus mensen lekker naar binnen kunnen laten gaan bij een buurthuis. Laagdrempelig, leuke activiteiten voor hun. Waarom zijn buurtcentra zoals het DOC belangrijk? Wij vinden gewoon in een buurt, hoort gewoon een buurthuis te zijn waar iedereen lekker naar binnen kan lopen. Jong en oud, die hun probleempjes hebben of die zich eenzaam voelen. Zodat we denken van, nou kom lekker naar binnen, we gaan allerlei dingen organiseren voor hun. Zodat ze toch een leuke week hebben, dat ze niet achter de geranium zitten, zeg maar. Dus, ja, en voor de jongens, jongelui, dat ze dus niet op straat blijven hangen, maar lekker naar binnen kunnen en activiteiten kunnen gaan doen. Dus iedereen probeert ook actief mee te doen. We hebben ook heel veel vrijwilligers. Dat is ons, een heel sterke kant van ons, dat wij heel veel vrijwilligers hebben. Toch minimaal 20, 30 vrijwilligers. Waar zie je dat tegenwoordig nog? Dus... Wat zou er gebeuren als het DOC niet meer bestond? Nou, dat is echt een gat voor ons. Dat kan niet. Wij willen dit gewoon voor iedereen open houden. Waar moeten ze dan naartoe, vinden wij. En vooral de oudjes, die pakken niet even de fiets. Of die willen gewoon lekker in de buurt ergens naar binnen kunnen stappen. En we zijn net begonnen met een huiskamer op te zetten voor oudere mensen. Dus, en dat zou toch weer helemaal jammer zijn. We hebben net die mensen een beetje kunnen bereiken. En we willen dat nog uitbreiden naar iets groter. Zodat ze er gewoon lekker even uit kunnen. Ja, je moet elke keer knokken voor iets, zo lijkt het. En ja, dat willen we gewoon niet. We willen gewoon lekker relaxed met elkaar wat kunnen doen. Evelien Meijer, welk evenement hebben jullie georganiseerd? Nou, de Van Rio tot Almelo Experience liep al tijdens de gehele Olympische periode. Maar omdat het zulk fantastisch zonnig weer is, hebben wij de experience verlengd met nog een week. Iedereen die een zwembadkaartje koopt en die hier aanwezig is, kan gratis meedoen aan alle activiteiten die wij dagelijks organiseren. En kun je opnoemen wat voor activiteiten dat allemaal zijn?
En ook deze week zijn er weer verschillende activiteiten. Zoals vandaag met de hele warme weer doen we voornamelijk wat waterspelletjes. Dus het is elke dag een verrassing. Nou, we zouden deze hele week nog doen. Dat gaan we ook doen. Maandag heeft het volgens mij de hele dag geregend. Dus leek het ons niet verstandig om het beachveld open te doen. Maar vanaf gisteren tot en met vrijdag zijn we elke dag weer open. Nou, zelfs in Rio hebben ze heel goed gebeachvolleybald afgelopen weken. Dus dat het kan. En we faciliteren natuurlijk ook met extra waterstops en water drinken. Ja, als de jeugd het zwembad in wil, dan kan het. Maar zo, als je ziet, willen ze ook heel graag sporten en bewegen. Ben je tevreden over de deelname? Ik ben zelf net terug van vakantie, dus heb niet alles meegemaakt. Maar wat ons motto is, is iedereen in beweging krijgen. En van jong tot oud. En zoals het nu naar uitziet, lukt dat. Wat gaat er de komende dagen allemaal nog gebeuren? Een beetje afhankelijk van het weer. Zoals vandaag is het te druk in het gewone bad dat we niet echt waterspelletjes in het bad doen. Dat is te gevaarlijk en te druk. Dus we kijken per dag wat we gaan doen. Maar denk aan alle Olympische sporten die je gezien hebt. Dus het kan van een triathlon zijn, tot voetballen, tot korfballen, hockey. Alles is nog mogelijk. Betekent dat de jeugd morgen, overmorgen en vrijdag hier nog in grote getalen naartoe kan? Absoluut. Elke dag tussen 1 en 4, bij 20 graden of meer, en dat gaat zeker gebeuren deze week, zijn wij aanwezig van het sportbedrijf om de jeugd hier in beweging te krijgen. Succes de komende dagen met dit van Rio naar Almelo Experience. En ik hoop dat er heel veel kinderen hier naartoe komen, naar het sportpark, om daar aan deel te nemen. Dat hoop ik ook. Dus ik hoop jullie allemaal te zien tussen 1 en 4 komende dagen. In de zomer, wanneer familie en vrienden op vakantie zijn en stilte en isolement opdoemen, organiseert het Rode Kruis 3 zomercafés voor senioren. Voor een klein bedrag kunnen ze een gezellige middag beleven, compleet met thee, koffie en gebak, frisdrank en hapjes. Daar wordt geen strijd gestreden. Paul Waldhaus, wat komt u hier vanmiddag doen in het Rode Kruisgebouw? Ja, ik kom hier vandaag een optreden verzorgen namens Stichting Die Werd Ik Bij. Het is nu de tweede keer en ik moet zeggen, het is een groep van 60 mensen en het is een feestje. Wat is Diva Dichtbij eigenlijk? Diva Dichtbij is een stichting die is ooit gestart door Pieter Nel van Amersfoort. En wij vieren volgend jaar ons tweede lustrum. Dus dan bestaan we alweer 10 jaar. En inmiddels zijn we ook met 10 diva's en 2 divo's. En wij treden op in zorginstellingen voor mensen die zelf niet meer de mogelijkheid hebben om naar het theater te gaan. Dus wij brengen het theater naar de mensen toe. Het is vanaf begin af aan één groot feestje. Wat ik net ook zei tijdens het optreden. Ik bedoel, we hebben nu pauze. We gaan zo meteen nog een half uur met elkaar zingen. En ik zeg echt met elkaar, want ik was bij de derde lied al helemaal aangenaam verrast dat iedereen meezong. En dat er mee wordt gedeind en dat er leuk wordt gereageerd en er worden grapjes gemaakt. En ja, eigenlijk gewoon wat de bedoeling is van deze middag. Een feestje vieren met elkaar. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Hand in hand en neem rust de tijd om je rond te neuzen of te vragen.
Nou, dit is een heel nieuw evenement voor ons en ook een hele mooie verrassing. Want het Lifestyle en Fashion Event van de profronde is dit jaar voor het eerst georganiseerd. En eigenlijk wisten we niet hoeveel mensen er zouden komen. De winkeliers die meedoen en ook de modeshow hier achter mij organiseren, die hebben ook allemaal kaarten uitgereikt en ook verkocht. En we hebben een online verkoop opgestart. Maar ja, het is eigenlijk boven verwachting. We hebben meer dan 400 mensen op de eerste keer dat we het organiseren hier in de zaal. Hoe zijn je commerciële activiteiten te combineren met de proefronde? Dat lijkt mij erg moeilijk. Dat klopt. Het is best wel een behoorlijke aderlating voor een relatief klein bedrijf zoals ik het zelf heb. Mijn bureau Aandacht hier in de stad. En je begint ergens aan en als je ergens aan begint dan weet je niet wat je over jezelf afroept. En zeker niet als je het heel goed wil doen en dat willen we graag. Dus vandaar dat het best wel niet alleen voor mij een belasting is, maar ook voor mijn hele clubje. Ja. Maar wat is er allemaal op je afgekomen als bestuurslid van de profronde? Nou, wij maken natuurlijk het hele leuke magazine met alle de weetjes van de profronde zelf. En zo kunnen we eigenlijk met relatief beperkte middelen en heel veel liefde kunnen we toch dat hele leuke blad maken. We hebben gelukkig dit jaar ook een hele goede verspreider voor het blad. We hebben weinig klachten gehad over de bezorging. En daar zijn we natuurlijk als bestuur erg blij mee. Dus, ik ben Melanie Kroeze, ik ben 34 jaar en mijn moeder heeft de ziekte van Huntington en ik heb de ziekte van HGF, dus ik ben drager van de ziekte van Huntington. Ik heb me daarop laten testen en ik heb het gen, dus ik ga het ook krijgen. Met een aantal mensen nauw betrokken bij de ziekte hebben we het campagneteam Huntington opgericht. Dit gaat in samenwerking met Erik Rijts, verbonden aan het AMC. Hij is wetenschapper naar de ziekte van Huntington. Wij hebben nu als grote doel om eindelijk eens een keer een landelijke campagne te lanceren voor deze ziekte. Zodat eigenlijk de mensen eens een keertje weten wat die ziekte betekent en wat het inhoudt om daarmee te leven. En daarnaast proberen we fondsen te werven voor het geneesbaar maken van de ziekte. Want de wetenschappelijke ontwikkelingen zijn veelbelovend. En als we voldoende geld ophalen, dan mogen we hierin slagen, hopelijk. Mijn oma had de ziekte van Huntington. Ze hebben in eerste instantie verkeerde diagnose gesteld. En daardoor hebben haar kinderen gewoon ons gekregen, de kinderen. En toen werd mijn moeder ziek. Maar dat waren eerst psychische klachten. En toen dacht ik op een gegeven moment, maar volgens mij is het gewoon iets neurologisch. Ik zie gewoon iets terug van mijn oma. En toen heb ik aangedrongen op een neurologisch onderzoek. En helaas bleek toen dat zij de ziekte van Huntington had. Wat dus ook gevolgen had voor haar broers, die zich moesten laten testen. En alle mensen die zich nadien hebben laten testen. In totaal dus 10 mensen op een rij zijn drager van de ziekte van Huntington. Nou, mijn dochter is 2 jaar. Zij is geen drager van het Huntington-gen, gelukkig. Daardoor ook mijn wonder. Ik ben echt ontzettend blij met haar. En ik zie ontzettend tegenop, uiteraard, om te moeten vertellen dat ik ziek ga worden. Maar
ik zal dat gesprek niet uit de weg gaan. Dat gesprek zal ik moeten gaan voeren, ja. Ja, de wetenschappelijke ontwikkelingen zijn dusdanig dat het vermoeden is, als we voldoende geld ophalen, dat er binnen 5 à 10 jaar een geneesmiddel kan zijn. En dat kan nu gewoon het verschil betekenen tussen mij en mijn jongere broer. We schelen 5 jaar. Voor mij komt het waarschijnlijk te laat, maar het kan wel het verschil betekenen tussen mij en hem. Voor mijn moeder en haar broers is het te laat, maar voor deze huidige generatie kunnen we het verschil maken. En daar wil ik me voor 100% voor inzetten. Ja, maar ik ken nog, kijk heel veel naar tennissen, want dat was mijn lievelingssport. En als dat op de tv is, dan kijk ik, denk ik, oh ja, oh wat zalig. Want dat vind ik zo mooi, dan dacht ik, ha, kon ik dat zelf nog maar. Dat is gewoon, die dag neem zoals die komt. Oké. Alles neem wat er komt. Dus dat moet ik ook gaan doen dan? En niet zitten zeuren. Oh, dat is gewoon niet doen. Dat zit niet echt in het systeem. Nee, dat jij niet binnen. Oké. Deze is voor u. Ja, ik ga hem hier laten stuiten, maar iets naar achteren dan van hem. Daar gaat hij, hè? En? Ja, ja, bijna. Bijna. Nog een keer. Ja, kijk eens. Ja. Oh. Wij komen een clinic geven voor de vereniging tijdens het open toernooi hier. Dus hebben ze ons gevraagd om een clinic voor de jeugd en voor de volwassenen te organiseren. En ja, dat is nou toevallig iets wat ik heel erg leuk vind om te doen. Met bijzondere gasten, hè? Hele bijzondere gast. Ja, ik werd daar van de week over benaderd. En of ik dat leuk vond om te doen, nou, daar hoefde ik geen seconde over te twijfelen. Want ik denk dat dat voor mij ook ja, een uitzonderlijk mooi moment is. En ik voel me ook echt bevoorrecht dat ik met iemand zoals mevrouw Toenink, die 108 is, op de baan te hebben mogen staan. Ja. Nou, dat toont u eigenlijk ook, hè, met het geven van uw zilveren medaille, eventjes. Ja, ja, klopt. Nou, die zilveren medaille die heb ik in 2000 gewonnen samen met mijn partner Christy Bogert. En we verloren van de zussen Williams. En dat is voor mij echt, ondanks dat het een zilveren medaille is, een goud moment geweest. En dat vond ik vandaag ook. Dus ik vond het eigenlijk wel een hele mooie manier om mevrouw Toenink, zeg maar, te bedanken voor dit moment en haar even die medaille om te hangen. Wat vindt u eigenlijk van haar karakter? Nou, dat is ook bijzonder natuurlijk. Veel zelf willen doen en altijd maar gewoon doorgaan. En alles wat ze kan, dat wil ze ook nog beleven. En ja, er zijn zoveel mensen die het anders beleven dan dat zij doet. En niet zeuren, gewoon lekker je ding blijven doen en dan blijf je bij. En ik denk dat ze daar groot gelijk in heeft. Ja. En ja, ik ga de vies maar volgen, denk ik. Nou, helemaal geweldig. Ja. 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 Nou, u kon lekker meppen, hè? U kon lekker meppen, hè? Ja, dat vind ik toch zo fijn. Gaat u het nog weer een keertje doen? Oh ja, dat zou ik best nog een keer willen doen. Ja, dat is best leuk. Ja. Zoals u ziet, dit is de familie. Ze hebben een panzer om en ze hebben een helm op. En daar kan worden gescoord. Dus alle beschermende gedeelte is raakvlak. Ik zal uitleggen hoe het puntensysteem gaat. Met een vuist een punt maken op het panzer. En dat is 1 punt. Als je schot op het panzer, op het borstpanzer, dan is dat 3 punten. Ik probeer het ook nu. Van het Jaanse. Nu proberen te scoren op het hoofd. Tweede mis. Maar daar moet ze het wel zoeken. Als ze één keer de helm raakt van Oging, krijgt ze 3 punten. Als ze een draai doet, is het 4. En is Oging haar voorsprong kwijt. Holland van de tribunes. Ja.
Mag het licht uit? Mag het licht uit? Weet je wat het leuk is van licht? Het kan ook uit. En daarom roep ik namens de Natuur- en Milieufederaties bedrijven en gemeenten op in de nacht van de nacht het licht te doven. En misschien nog wel vaker ook, want licht, je komt makkelijk zonder. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Ze gaat steeds meer achteruit. Vroeger speelden we nog wel eens een spelletje. Maar dat gaat nu niet meer. Anderen praten er niet over. En dat vind ik best moeilijk. Mama is er binnenkort niet meer. Ik hoop dat het voor mij niet te laat is. Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken KIW en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. Welkom bij Twente Breed, het programma van 1 Twente met het grote en kleine nieuws uit Twente. Danny Hulst is een echte Chihuahua-liefhebber. Hij runt de webshop voor deze kleine rakkers. Daarnaast heeft hij ook een fysieke winkel in Enschede aan de GJ van Heekstraat. Nou, mijn naam is Danny Hulst en ik ben de eigenaar van de Chihuahua Shop in Enschede. Het idee is gewoon ontstaan, de Chihuahua Shop. Ik ben begonnen, ik had de naam, de Chihuahua Shop. En het liep gelijk eigenlijk al heel erg goed. En we zijn begonnen met kleding en ja, we bieden eigenlijk nu een complete dierenwinkel aan, echt gericht op chihuahuas. Ja, in de wand zien we dus alle shampoos speciaal voor kleine hondjes. Ook parfum hebben we voor hondjes, mokken en sleutelhangers, oorbellen. Ja, hier komt eigenlijk wel alles, komt hier. Ik bedoel, mijn meeste types vrouwen zijn natuurlijk wel vrouwen. Vrouwen hebben meestal een chihuahua en dan zie je ze ook gewoon, dan willen ze iets met iets roze of iets met panten. En dan staat de man er altijd wel bij en die heeft altijd zoiets van, oké, moet dat? Dat Chihuahua friet hebben we en we hebben Chihuahua pizza's hebben speciaal voor honden. In deze boek staat eigenlijk alles op wat een Chihuahua wel niet eerst, welke karakters ze hebben. Want je hebt heel veel verschillende Chihuahuas. Er zijn leuke plaatjes in met heel veel verhalen. Ook hoe je nagels kunt knippen, als ze moeten bevallen, alles staat erin. De media heeft natuurlijk een beeld, Paris Hilton, Gordon, Patricia Pai, al die bekende mensen hebben allemaal een Chihuahua gehad. Hebben ze ook allemaal weer weggedaan. Ja, en ja, daar zie je ook gewoon dat ze kleertjes aan hebben, buggies, dat ze opgetild worden de hele dag. En ja, daar krijgen mensen toch wel een beetje het verkeerde beeld van. Nou, dit is dus een van de meest verkochte tassen die we verkopen. Tassen voor vliegtuigen hebben we. Als je op vakantie gaat, dan moeten ze een bepaalde grootte hebben om als handbagage mee te mogen. Nou, die bieden we ook allemaal aan. Je kunt er makkelijk in, je kunt hem helemaal open doen. En je kunt hem helemaal dicht doen. Ja, zielig, het is hoe je ernaar kijkt. Ik bedoel, we hebben haar ooit gekocht, daar is de Chihuahua ook mee begonnen. Ze heeft een gebroken pootje gehad, het was heel erg klein, het was midden in de winter, sneeuw. We hebben haar een jasje gekocht, want ze moest toch naar buiten heen. En het was gewoon echt heel erg zielig. Heb je eigenlijk ook een favoriete Chihuahua, want je hebt er natuurlijk 4. Ja, maar... dat is deze. Ja? Ja, onze Brittany, maar dat is onze eerste Chihuahua. En die zijn wel echt dikke mik. Wanneer vrienden en familie op vakantie zijn, doen we stilte en isolement op. Het Rode Kruis Almelo organiseert daarom voor senioren al enkele jaren 3 zomercafés waar ze tegen een klein bedrag een hele gezellige middag kunnen beleven.
compleet met koffie, thee, gebak, fris en lekkere hapjes. Vanmiddag doen in het Rode Kruisgebouw? Ja, ik kom hier vandaag een optreden verzorgen namens Stichting Dieven Dichtbij. Het is nu de tweede keer en ik moet zeggen, het is een groep van 60 mensen en het is een feestje. Want wat is Diva Dichtbij eigenlijk? Dieven Dichtbij is een stichting die is ooit gestart door Pieter Nel van Amersfoort. En wij vieren volgend jaar ons tweede lustrum, dus dan bestaan we alweer 10 jaar. En inmiddels zijn we ook met 10 diva's en 2 divo's. En wij treden op in zorginstellingen voor mensen die zelf niet meer de mogelijkheid hebben om naar het theater te gaan. Dus wij brengen het theater naar de mensen toe. Het is vanaf begin af aan één groot feestje. Wat ik net ook zei tijdens het optreden. Ik bedoel, we hebben nu pauze. We gaan zo meteen nog een half uur met elkaar zingen. En ik zeg echt met elkaar, want ik was bij de derde lied al helemaal aangenaam verrast dat iedereen meezong. En dat er mee wordt gedeind en dat er leuk wordt gereageerd en er worden grapjes gemaakt. En ja, eigenlijk gewoon wat de bedoeling is van deze middag. Een feestje vieren met elkaar. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Danique Fabe doet aan cosplay, waarbij mensen zich verkleden als een karakter uit een film, een stripboek of een videospel. Hoi, ik ben Danique en mijn hobby is cosplay. Toen ik 16, 17 was, kwam ik eigenlijk in contact met cosplay. Gewoon eigenlijk de kostuums te zien was voor mij echt, weet je, een droom van oh, wat geweldig dat die mensen, weet je, zo vrij zijn, zo leuk, dat soort dingen, die creatieve vrijheid die ze hun hebben om zelf hun kostuums te maken of te kopen. Nou, eigenlijk zoals het letterlijk op Wikipedia staat, is cosplay performance art, waarbij je verkleedt naar een karakter. Eigenlijk uit een strip, uit een game, uit een televisieserie. Eigenlijk kan van alles zijn, maar ook dat je kleedt naar een bepaalde stijl. We lopen nu naar de schuur toe, waar de meeste materiaalwerk eigenlijk wordt gedaan. Want je moet toch soms ergens je elektrische spullen knutselen en van alles maken. En dat geeft soms troep. Eigenlijk toen ik in eerste instantie erover begon, toen dachten mijn ouders, wat moeten we ermee? Maar toen ze inderdaad mee zijn gegaan naar mijn eerste evenement voor mijn verjaardag als cadeautje, toen keken ze op de parkeerplaats hun ogen uit. Uiteindelijk hebben wij een centaur gemaakt met bewegende hoefjes. En deze loopt gewoon met me mee eigenlijk, als ik mezelf vastbind. Het is een beetje een rotzooitje. Maar hier wordt eigenlijk voornamelijk het knutselwerk gedaan. Hier zijn we ook altijd druk bezig met de meest nieuwe creaties. En we proberen het zo leuk mogelijk te maken. Dit is mijn vaders rugzak voor Elvia. Hier zit ook een stoomelement in. We hebben hier ook, mijn vader heeft hier ook zijn kacheltje, zeg maar. En hier, dit is zijn stoompijp. En deze rookt ook. Zoiets maken, weet je, dat geeft toch wel een bold aanspraak van wat gaaf en hoe heb je dat gedaan? En dan kun je zoveel met mensen over praten en gezelligheid gewoon. Hoe leuk het was en dat mensen dit geweldig vonden. Je harde werken dat jij in zo'n kostuum hebt gestopt. Dat geeft gewoon echt een hartwarmend gevoel. Elk jaar in Buurse wordt het Buurse Volksfeest georganiseerd. Het hele dorp loopt ervoor uit. Zaterdagavond speelde de formatie Moes. Het dak ging eraf. So remember when we're driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before, and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone.
We zijn een energieke band. We spelen top 40 muziek, we spelen rock, we spelen popmuziek. We spelen eigenlijk alles wat iemand wil horen op zo'n avond. En wat het leuke is dat we doen ook verzoekjes. Dus als mensen op zo'n avond zin hebben in een liedje wat ze bijvoorbeeld al jaren niet hebben gehoord. En ze hebben zoiets van, hé, dat wil ik horen. Dan kunnen ze dat bij ons aanvragen en dan proberen we het allemaal te spelen. Hoe is het om weer terug te zijn hier? Te gekke, het is superleuk. Het sfeertje binnen is fantastisch en het wordt steeds drukker. Ik zie iedereen vandaar naar binnen komen lopen alweer. Dus, het was net bij de eerste set al bijna helemaal vol. En we hebben daar ook nog twee en set drie ook nog. Dus dan gaat het dak er hopelijk wel helemaal vandaan. Liever te dik in de kist, dan weer een feestje gemist. Het maakt niet uit, je hoeft hem zelf. Het is wel heel leuk dat mensen ook echt gewoon als naar de band komen kijken en niet zozeer bijvoorbeeld op het feest afkomen. Dus voor ons is dat een groot compliment. Ja. Als mensen geïnteresseerd zijn, waar kunnen ze jullie vinden? Ze kunnen ons vinden op www.moos.nl, dus MMOOZ. En we hebben natuurlijk Facebook, Instagram, Twitter en dan kan je ons gewoon volgen. En dan posten af en toe leuke foto's. En eigenlijk altijd van de shows die we doen, maken we foto van het publiek. En dan kunnen mensen elkaar terugzien en zien wat een leuke sfeer het was. Dit was Twente Breed voor deze week. Wist je trouwens dat je iedere werkdag al vanaf 7 uur in de ochtend kunt luisteren naar 1 Twente Radio? Dat kan via je eigen lokale omroep. Op 1 Twente Radio hoor je ieder uur de leukste muziek en uiteraard het laatste nieuws uit Twente en uit je eigen gemeente. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.